beginnen bij F. Even kijken, x plus 2500 deelt door 5x. Belangrijke rekenformules flitsen voorbij, maar in gedachten is Jonathan Felix ook bij 18 maart aanstaande. De 17-jarige VWO-leerling is er klaar voor om zijn schoolstoel in te ruilen voor een provinciestoel. Het moment dat de staten geïnstalleerd worden, ben ik al 18, dus dat is geen belemmering. Wat ga je vermenigvuldigen met X, precies? Jonathan Felix deed eerder al mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Sittard-Geleen. Politiek heeft hem van jongs af aan geïnteresseerd. En het lijkt misschien niet sexy, maar juist daarom is een van zijn actiepunten om jongeren veel meer te betrekken bij de politiek. Als niemand ermee begint, dan wordt het ook nooit. Dus als ik nou als jong persoon hartstikke actief ben en meer mensen mee probeer te krijgen, dan kunnen we het misschien wel weer leuk maken, politiek. Meer mensen meekrijgen, krijgt hij jou mee? Dat weet ik nog niet. Zijn klasgenoten en lerares zijn er nu niet van overtuigd. Jonathan blijkt net zoals de oude rotten in het vak omringd met mensen die positief over hem spreken. Ik ken Jonathan al enkele jaren van de basisschool. Toewijding blijft werken. Als dat hij nu doet, dan komt het zeker goed. Ik heb alle vertrouwen. En vraag je dan af, wat staat er op zijn verborgen politieke agenda? Smoke weed every day. Ja, ik denk dat iedereen wel mee dat hij de kans heeft, maar dat denk ik niet. Yeah, it's club national, underground, underground, when I stop the ground, like a million elephants. Zelfs zijn loopje is goed, ook zijn vocabulaire. En eerlijk is hij ook nog. Je klinkt ook al helemaal als een echte politicus. Nou, ik heb er ook wel over nagedacht, over wat ik allemaal ging zeggen vandaag. Maar maar ik vind het wel allemaal hartstikke leuk. Mocht hij verkozen worden tot statenlid, dan wil hij zijn taak combineren met een toekomstige studie rechten aan de Universiteit Maastricht. En wie weet wat de toekomst nog meer in petto heeft. Smoke weed every day.